Een carrière van 30 jaar waarin hij Atlas Copco hielp groeien en zich meer dan ooit wereldwijd vestigen. Ronnie Leete krijgt er de titel manager van het jaar voor. Ik denk een CEO, een goede leider, geeft ook richting en zorgt ook voor vertrouwen. En die twee zaken moet ik zorgen dat ik goed in het spoor hou. En dan zullen de medewerkers en alle Atlas Copco-medewerkers er wel iets van maken. In 2009 kwam Leete als eerste Belg ooit aan de leiding bij het Zweedse Atlas Copco. Niet slecht voor een mijnwerkerszoon uit Limburg. Nu woont hij in Stockholm. Van daaruit ziet hij de uitdagingen van de fabrieken wereldwijd, niet in het minst van die in Wilrijk. De uitdaging daar is van elke dag beter te doen en naar efficiëntie streven, van nieuwe, de compressor te maken van de toekomst. En dat zijn de uitdagingen die we hebben in Antwerpen. Er is natuurlijk een andere uitdaging, dat weten we allemaal. Het probleem een stuk van België, waar ik gehoord heb gisteren dat onze eerste minister hard aan het werken is en heeft ons beloofd van meer dan 4 miljard loonkostverlaging, zou ik zeggen. Dus ik kijk er naar uit. Maar naast die loonkloof is er nog iets wat Leete zorgen baart. De logistiek, met name in Antwerpen, waar werknemers en leveranciers veel tijd verdoen met in de file te staan. Dat betekent ook dat getalenteerde mensen zeggen, ja, zullen we nog wel komen? Dus dat wordt een nadeel voor ons en we moeten zien dat we dat goed kunnen oplossen. En dan moeten we toch zorgen dat we dat in de hand houden, want anders heeft het fabriek aan ligging toe een groot probleem.